Nee, ik wil een shout-out doen naar heel Suriname. Ik weet dat dit in Suriname komt. Ik wil een shout-out doen naar alle Surinamers. Ik waardeer jullie support en kom gauw terug. Dat was... Nou, ik heb keihard getraind voor deze wedstrijd, net zoals ik doe voor elke andere wedstrijd. Krachttraining, sparren, techniek, conditietraining, noem maar op. Dus dat is een beetje waar mijn trainingen bestaan. Ja, ik voelde me goed. Ik heb het gevecht rustig bekeken vanaf het begin. Gaatjes gezocht. En uiteindelijk waren mijn trappen dusdanig hard dat hij niet meer verder kon. Ja. Ik wil tegen iedereen vechten. Interesseert me niet tegen wie ik sta. Ik ben een vechter. Zolang het maar een vechter is die het ook verdient om tegen mij te staan, vecht ik tegen iedereen. Ja. Shout-out naar Kuturu. Shout-out naar Alas Ranang Demang. Milobeyu. Mwah. Bij FFC Bijlmer, dat is, jullie kennen het wel, Kuturu, Pursang. En samen met Robert Westmaas en Leandro Tam, oude liefde roes niet. We hebben vaak getraind in het verleden en zoals je ziet werkt het weer goed. Ja, ik zei net natuurlijk als een haai dat ik erop wou, maar het was niet dat ik hem echt wou opeten natuurlijk. Maar ik wou wel die wedstrijd snel beslissen. Dus ik dacht van hij moet nu gewoon naar het canvas. Ik deed mijn best daarop en hij deed zijn best om te blijven staan. Uiteindelijk moest de dokter het stoppen. Nou, sowieso bedankt allemaal voor jullie steun. Kijk allemaal naar Kuturu en jullie zullen zeker weten nog wat van mij gaan zien. Hoes. Het gevecht ging goed eigenlijk. Vanaf de eerste ronde stond ik er. Ik groeide in de wedstrijd gelukkig. De eerste ronde, ja, ik stond er. De tweede ronde werd ik wat beter. En de derde ronde, ja, was ik opgewarmd. Hoe ik me heb voorbereid. Echt abnormaal. Ik heb sinds kort een nieuwe trainer. En ik kan me oprecht de laatste dag rust niet eens herinneren. 2 keer per dag getraind, 7 dagen per week. Ik heb alles gegeven wat ik had. En daarom vond ik ook echt, weet je, dat ik het vandaag verdiende om te winnen. Ik kon niet anders dan winnen vandaag. Dat heb ik gedaan. Hoi, ik ben Bowie Sonneveld, kickbokser tot 65 kilogram van Team Spirit Beverwijk. Het was een invalpartij, dus ik had wat kortere tijd. Maar ik ben sowieso altijd wel fit. Maar ze hadden wel het filmpje gekeken dat hij lastige draaitrappen maakte. En daar heb ik me wel op voorbereid. Maar het kwam er, ja, het was beter dan ik had gedacht. Ik kwam net niet lekker uit elke keer. Dus dat was jammer vandaag. Hey!
break. Fight! Break, break. Cornelio Campo! Neutral. One. Two. Three. Neutral. One. Two. Sergey Maslavoy. Let go. Do not.